allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag, ik ben nu ergens naartoe, op weg. Het is al 6:30. Ik ga meedoen met een programma, met een meisjescouting iets. Dat duurt van 8 tot 9:30. Dat is wel heel laat. En we gaan allemaal voetballen met Yes-R. Die is een bekende rapper. En Rocky, dat is een hele bekende straatvoetballer. En daarmee gaan we dan voetballen. En het wordt dus heel leuk. En we gaan op Cruijff Foundation velden spelen. En dan gaan we allemaal wedstrijdjes. En uiteindelijk kiezen Rocky en Yes-R de beste meisjes. En die mogen dan over een paar weken mee een wedstrijd spelen in het Olympisch Stadion. En ik zie jullie daar weer. Doei! Zo ziet het eruit. En verspreiden, hè? Yes-R. Zij gaan vanavond op zoek naar talentjes. Nou heb ik jullie al allemaal zien voetballen. En jullie kunnen allemaal heerlijk voetballen. Dus wordt het een lastige taak voor ze om talentjes ertussenuit te pikken. Yeah. Oké, dat kan veel actiever, Kom maar Rocky, geef alles wat je hebt, baby. Ondertussen gaan we ook een beetje vloggen. Dus zorg dat je er goed op staat. Amsterdam, Oostzaam en Eddie. Wat een gekke huis. En de warming up wordt hier gegeven door mijn homegirl Rocky. Maar om een lang verhaal kort te maken, jullie weten dat we zijn gekomen om te scouten. Zowel Rocky als ik hebben 2 keer teams van 4 gekozen. Dus we noemen het een junior team voor de meiden onder de 15.
Daarvan hebben we de 4 gekozen en meiden boven de 15 hebben we ook 4 van gekozen. Applaus voor al deze meisjes. Marius, kom op nou. Ja, oké. Mijn onder 15 team. De eerste was al bekend, dat was Esra. Hey. Ja, de kleinste van het veld, ja, kom maar bij. Kijk, die heeft hier gedaan. Hier zijn de kleinste. Maar wat een techniek. Ja, klopt. Oh, wacht, jij doet trucjes en zo, toch? Ja. Ja, ja. Hij had jou uitgenodigd. Oh ja, klopt, hij heeft me wat over jou verteld. En waar woon jij dan? Amsterdam. In Amsterdam. Oké, laat je moeder even een mailtje sturen en dan kijken we of we wat kunnen inplannen. Ja, willen jullie allemaal. Hallo, ik ben nu klaar met voetballen. Ik ben thuis aangekomen. Ik vond het een super avond met La Ligue. We hadden heel veel gevoetbald en dat vond ik heel leuk. En ik ben in de top 8 gekomen van 100 kinderen onder de 15 jaar. We gingen 4 tegen 4 doen. 4 kinderen hoorden bij Rocky. 4 kinderen hoorden bij Jesse. We deden 3 minuten. En daarna dan koos Rocky van haar team 1 iemand uit. En die mag dan voor 20.000 mensen in het Olympisch Stadion voetballen. En nou, ik ben jammer genoeg niet gekozen. Dat was een ander meisje. Maar ik vond het wel heel leuk. Dus ja, bedankt voor het kijken. Als je het natuurlijk leuk vond, vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen. En natuurlijk op mij te abonneren. Doei!